Ook dit jaar is er een speciaal vierdaagse feestenbiertje, gemaakt door 5 Nijmeegse brouwerijen. Ik mocht het biertje proeven samen met Tjeu Hegger van Brouwerij De Hemel. Een fris biertje. Ja. Ja, dat is met opzet ook wel hoor, want weet je, vierdaagse feesten zijn niet het moment dat je even rustig uitgebreid gaat zitten proeven. Sommige mensen wel hoor, maar sommige mensen willen gewoon lekker een biertje drinken en weer door. Dus we hebben met opzet een biertje gebrouwen waar wel smaak in zit, maar niet, bijvoorbeeld niet al te veel alcohol. En wat daar gewoon lekker fris is, wat je gewoon lekker 1, maar ook 2 of 3 of 4 van kunt drinken. Je kunt het zitten drinken, je kunt het lopen drinken, zoals hoort bij de vierdaagse. Ja, want waar moet een vierdaagse biertje nou allemaal aan voldoen? Vierdaagse feestenbiertje moet natuurlijk in eerste instantie lekker zijn, dat is het belangrijkste. Maar ja, er moet, wat ik net al zei, er moet niet te veel alcohol in zitten. Want weet je, mensen houden tijdens vierdaagse feesten van meer dan 1 biertje. En dan moet je niet meteen na 1 biertje meteen achterover slaan. Nee. Dus niet al te veel alcohol, lekker, fris, doordrinkbaar, het is warm weer. Dus het moet ook in de zomer geschikt zijn. En er natuurlijk ook voor zorgen dat mensen een biertje continu blijven kopen. Anders verdienen die niet zoveel aan als ze maar 1 keertje halen. Ja, dat is eigenlijk het doel bij elk bier wat we maken natuurlijk. Maar het moet wel uitnodigen om na je eerste glas nog een tweede te drinken, ja, absoluut. Nou, ik moet zeggen, ik heb net dan even een biertje geproefd. Ik vind hem echt lekkerder dan vorig jaar. Dus als ik een cijfer zou mogen geven, nou, minstens een 8. Zeker wel. Dat is fijn om te horen, dankjewel.